kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dea en ik ben hier met mijn broertje. En mijn vader die is hier de tom-tom aan het instellen, want we gaan weg. Waarheen? Ja. En mijn moeder die is er niet. Nee, je mag niet mee. Oh, jawel. Kijk, die staat daar. En ze heeft niet door dat ik er aan het filmen ben. Kijk of ze het ziet. Ze heeft het niet door. Nou, maar wat gaan wij doen, Fabio? We gaan een moviepark voor mijn verjaardag. Ja, maar mijn verjaardag is nu nog niet. Maar we hadden niet echt een andere tijd, want dan moesten we weer naar school. Ja, dat klopt. En we gaan een moviepark Germany, zoals jullie horen. Germany, Duitsland. Dus we gaan naar Duitsland. En het belooft... Op Nederlands, Germany. Ja. En het belooft warm te worden. Ja, ik heb een heel dik vest aan, maar kijk, ik zit hier in mijn rode pen en ik heb het nog koud. Het is nog vroeg. Ik heb niet zo'n heel dik vestje. Ja, maar ik moest al vroeg mijn bed uit, iets van 6:30. Ja, dat is voor mij doen echt vroeg. En dan ben ik gewoon nog, ik was nog helemaal kapot en ik was steeds niet helemaal wakker. Goedemorgen. Ja, we zijn bij mijn oma even naar het schrijven, dat heb ik nog niet gedaan. Mwah. Oma, een vraagje. Wil jij na een middagbrunch? Nou, ik weet niet of dat handig is voor je vader. Nee, dat maakt niet uit. Okay. Wat is handig is voor jou? Ik zit links van jou. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ja, dat gaat niet meer. Maar we gaan dus naar Moespak. Heb je er veel zin in? Heel veel zin. Ja, mooi zeg. Kan dit gewoon achterin? Ja, we hebben heel veel plek over. Dit is toch niet te geloven zeg. We hebben maar één tas. Dit is echt niet te geloven. Goedemorgen. Ja. Hey, dit was niet zo met de andere keer in Duitsland. Er hadden wel meer bij. Ik heb de middenste stoel. Ja, dan kan je hier erin. Ja, het maakt een hol uit, joh. Gaan. Goedemorgen. Rijden, 2 uurtjes rijden. We zijn in Duitsland. Echt, we zijn net de grens over. En hoe lang moeten we nu nog rijden? 50 minuten ongeveer. Ja, 50 minuten ongeveer is bijna nog een uur. We zijn even gestopt en trouwens maar zegt pluizen. En oh, mijn benen strekken, dat doet de eerste keer gewoon pijn. Het is echt lekker weer. Ook heb ik mijn vest aan en dan ruikt zich eens het koud. IJsje. Maar we gaan dus even stoppen, even eten, drinken. En dan moeten we nog een paar minuten rijden. Oké, dus voor het eerst in mijn hele leven dat ik veel van de wc. Maar kijk, je speelt hier gewoon iets af. In een spiegel. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is heel raar. Kijk, dan ga je zo naar jezelf kijken en dan komt er even een reclame voorbij. Oh, raar. We zijn dus op de parkeerplaats van Moviepark en ik heb echt heel veel zin in. En nu voel je altijd wel een beetje zo die spanning aankomen hoor, maar ik heb wel veel zin in. We zijn in Moviepark! Ik zie SpongeBob, hou me tegen! Wij gaan even de kaartjes omruilen en dan... Trouwens, ik heb geen eens verteld waarom we de tickets op omwisselen. Want we gaan hier 2 dagen heen, want hier is de 2e dag gratis en ik heb er echt zin in. We hebben het kaartje van morgen. Dit is het kaartje van morgen. Nee, dat is je bandje dat je een kaartje hebt voor morgen. Ja. En we gaan nu gewoon even rondlopen kijken wat de eerste attractie wordt. Fabio, kom maar. Doe nou dat bij kijk, een huge Gerrit en die. Nee, niet die. Die heel weinig slaggrootte. En dit is echt grappig. Een broekje en een hertje. Weet je wat die Patrick nu kost, die grote? Nou, 80 euro. Wij hebben een grotere nog. 80 euro. Ja, wij hebben er 50 van. Nee, maar dat is de goede. Dat is de goede. Echt super leuk. En ze hebben ook Plankton en Octo, SpongeBob. Echt heel veel knuffels. Echt super leuk. En hier heb je dan de Main Street. Deze hebben wij niet, maar deze is echt cute. Even, dit is mijn hand. Ik wil deze. Heel leuk. Maar ze hebben echt genoeg keus, echt super leuk. Ook al kleding, die echt super schattig is. We gaan nu even wachten, want we gaan in IJs Age 4D filmen. En we moeten nog 10 minuten wachten of zo. Kwartiertje, 10 minuten. Maar het is echt wel heel leuk, we hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. Maar dit belooft een leuk dagje te worden. Kijk, straks gaan de deuren open. En dan gaan we naar binnen. En ja, wij hebben hem al gezien, maar ik zelf weet ik het niet zo goed meer. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Even wachten. Dat kan geen idee. Maar nog een tijdje. Nou, die kan niet dringen.
geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. Nee, dit is onze tweede keer. Oké, het was op zich, het was best wel eng. Want, weet je, ik vond het over terror, vond ik minder eng. Laat ik het daarop houden. En daar ga jij niet meer in, hè? Nou, verder, nee. Nee, dit vond ik enger, dus nee. Ja. Jawel. Je kwam alleen heel erg los van je stoel hier. Misschien gaan we alleen echt omhoog naar beneden, want dat voelde ik aan mijn haar, maar... Misschien gaan we in de avond weer. Denk het niet, hoor. Ik ben een beetje duizelig en misselijk. Oké. En? Hoe was het? Leuk! Ja? En? Ja, leuk! Heel leuk! Oké. Ik vond het echt heel leuk. En jij, papa? Ja, ik vond het ook heel leuk. Alleen mijn oordoesje van dat gegril van jou. Dat was echt... Nee. Ik vond het echt leuk. Dat was een jongen? Die hoorde ik heel wat schreeuwen. En dat was je zus? Nee, ook een jongen. Ik hoorde echt goed. Ja, dat hoorde ik ook. Maar? Nee. Duimpje omhoog. Ik ben nog nooit misgeworden door een attractie, maar echt, dat is echt overmoe. Dan wil je even weg. Jeetje. Maar als je daar op zijn kop hangt en dan denk je echt van als die beugels maar niet over te schieten, dan ja. We gaan nu in Van Helsing en dat is volgens mij ook een film van, of niet? Ja. Ja, dat is een horrorfilm, toch? Volgens mij wel. Ja, deze achtbaan is dus gemaakt, alleen één film is niet zo groot, maar het is allemaal spooky gemaakt. Makkelijk mag jij erin. Nee, en ik ben al lekker misselijk en ik ga daar echt op plek in die achtbaan. Ik ben even groot als dat hele van. Van 12? Maar dat is hij zeker niet waard. Waar zitten wij dan? Oh ja, cool. Kijk, daar zitten wij. Dat zijn wij. Kijk maar. Hallo, wij. Volgens mij heb ik een keelontsteking opgelopen door die ene achterkant. Denk zo mooi. We zijn nu lekker aan het eten en ik heb een broodje gehaktbal die papa gemaakt. Heel lekker. Opa. Mag ik op schoot, man? Jij? Waarschijnlijk gaan we nu even naar Nickland. Maar dat is heel leuk. Dat is voor kinderen. Maar wij zijn kinderen. Echt? Hier is meneer, ben jij? Nee hoor. We zijn nu in de stoepwinkel en het is echt heel schattig. Maar let op. Die dan. En dan hebben we hier zoveel keuze. Alleen ja. Ze hebben echt veel. Maar alles ziet echt heel lekker uit. Ik zal even een paar dingen laten zien. En zo staan we echt. Mama! Super
20 graden in de wind. Is zo lekker. Is dit zo lekker? Die rode en die groene. Echt waar? Nou, die moet je er maar één kopen. Ja, hè? Ja. Moet jij ook een zakje pakken? Zo verdiend. Want? Naar je huis? Ja, naar het huis. Naar het hotel? Naar het hotel. En waarom? Nou, omdat het tijd is. En ik heb super zure benen. We moeten nog naar de winkels. En we gaan nog zwemmen. We moeten nog eten. En het is heel warm, echt waar. Ik zweet vast overuit. Maar ons moet je niet klagen. Ik? Nee. Ik heb ook nog... Heb ik deze gekocht? Nou, de koorden zie je hier, maar die zie je. En wie is dat? Klein halve, 16. Kijk, dan heb je hier zo de oren. Zit er zo aan. Deze aparte knop. Ja, en... ja. En morgen, het is nog een dag en ik heb heel veel zin in jullie in morgen. 1, 2, 3. Maar en we zijn ook wel een beetje moe, want waar doe ik om 6 uur al op? Hè? Maar we gaan dus weer naar het hotel. We zijn dus op zoek naar de Kaufland en het is echt best wel grappig, want ja, we vragen net aan iemand, weet jij waar de Kaufland zit? En nu rijden ze gewoon voor ons, want ze moesten daar toevallig ook in. Dus hoe toevallig is dat? Toch? Zeker weten. Ja, dus die wijst ons nu de weg met de auto voor ons en dan gaan we lekker naar de Kaufland. Hey! Yeah, baby. Ik heb er heel veel zin in. Mijn keel doet echt super veel pijn. Ja, stadspark. Maar mijn keel doet echt heel veel pijn. Hoe het komt, weet ik niet. Nee, ik ook niet. Je vader was even dichtgeklopt horen, denk ik. Mama. Mama. Ja, dat, ik geef altijd in een attractie, dus het is normaal. Ja, dan krijg je ook weer een keel. Nee, normaal niet. Mama. Ja, we gaan dus nu naar de kou.
We zijn er bij de Kaufland geweest en ik ben heel slim geweest, want ik had de camera in de auto laten liggen, dus ik kon er niet vloggen. Maar we gaan nu naar het hotel toe, toch? Of gaan we nog eerst eten? Nee, hotel. We zijn het hotel. Oh, ik heb de sticker. En dan gaan we even wat eten. Waar weten we nog niet. Maar we komen vast wel ergens waar we kunnen eten. Want we zitten midden in het centrum, toch? Of in de stad? Wat is het verschil? Ja, in het centrum. Wat is het verschil? Nou, weet je de parkeerschijf in je toren? Oh. Maar we gaan dus, en daar is altijd wel genoeg te eten, te drinken, dus dat moet wel goed komen. Wij gaan nu naar het hotel toe. Wij hebben ons kaartje van het hotel. Ik heb een heel leuk hotelkaartje. Ik heb een heel leuk drankje gekregen en dat is cola en Fanta eigenlijk. Cola Fanta, dat is lekker. Ik denk dat het wel lekker is. Ja. Ik lust het bijna. We gaan nu onze kamer binnen. Onze kamer, nou, die van mij en mijn oma, want jullie slapen nog niet. En zit hier een licht? Oké. Okay. Ik zit eerst op de kofferbed, kan je gelijk de woonkamer zien. Woonkamer, leefruimte. Oeh, dit zit hier de bank. Ja, we hebben een bank. Het licht even aanzetten. We hebben een bad. Een bank, een bed, een bureau. Met een tv. Hier zien ze een leuk uitzicht. Oh. Niet echt een bed lekker. We hebben echt een mooie zachte bedden. Lekker man. We hebben echt een mooi uitje. En de badkamer. Nu. Mijn moeder naar mijn vader. En mij. En we hebben een bad. Oeh, sokje. En nu gaan we naar mijn moeders, ik en mijn vaders kamer laten zien. Waar het ooit is. Hier is de badkamer. Is een beetje hetzelfde. En is dan hier dus even. Ja, we hebben ook een bad, hè? Bad. Een shampoo. Doen we die hier. Hé, we hebben zelfs een kleerkast. En wij hebben geen bank, maar een extra bed. Papa, ga uit deze koffiebed neer. We hebben het centrum gevonden. En wat we gaan doen, weet ik eigenlijk niet. Het is klaar. Het is een Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. We gaan hier bij een Turks zaakje gaan wat eten en ik heb Turks pizza en een broodje tonger. En ik ben benieuwd of ik het opkrijg. Op zich heb ik heel veel honger, want ik heb maar één broodje op en een klein beetje yoghurt. Dus... We hopen dat het goed is gegaan met de bestelling. Ja. En dat is heel goed. Dat was best een gedoe, hè? En hier hebben ze echt gewoon onhandige grote saus. Dus kijk. Ik denk dat het suiker is, schat. Echt? Ja. Denk het eigenlijk zelf niet. Het is echt, ja, brood hebben en het is echt heel lekker. Nu komt natuurlijk pizza er straks ook nog aan. Mijn Turks pizza is helaas niet gekomen en vind ik niet leuk. Ah, hij is wel gekomen. Nee. Er zat alleen wat rauwkost op. Wat niet de bedoeling was, waardoor wij dachten dat jouw pizza nog zou komen, maar die komt niet meer. Ja, nee, dat vind ik heel stom. Ik ben boos. Dat is eigenlijk een lekkere stukje van jouw pizza. Nee, ik heb zelf maar twee stukjes. Nee. Wij hebben het heerlijk gegeten en wat gaan we nu doen? Een ijsje kopen. Maar Fabio zit vol, hè? En wat zeggen oma toch dan? Je hebt altijd prettig een ijsje.
toetje. Dus, gaan we naar de McDonald's rijtje halen? Ja, gaan we McDonald's halen. Ja, kom. Lekker. Weet je, het is altijd echt... Maar dat is wel zo. Wat? We hebben onze McRunny en helaas kunnen we niet zelf maken. Maar ik heb dus koekjes, aardbei en witte chocola. En die combinatie is lekker. Ik heb volgens mij chocola. Ik heb chocoladebolletjes en gewoon. Ja, ik heb smaak niks, hè? Ja, nee, ik heb ja, toch wel. Nee, je hebt karamel erin ook. Mm-hmm. En ik heb aardbei. We zijn net nog eventjes wezen zwemmen. Iedereen is nu douchen. Ik ben al lekker gedoucht. Fabio die zit even in bad. Dinja die slaapt bij de oma. En die heeft de camera hier. Maar die is ook even douchen. En straks komen ze gezellig nog eventjes hierheen. Dan gaan we nog even wat drinken met elkaar. En dan gaan we vanavond denk ik niet te laten slapen. Want we zijn best wel moe met z'n allen. En morgen natuurlijk nog een hele lange dag in Moviepark. Dus dat ja, we hebben ook heel erg veel zin in. Nou... jullie zien ons straks nog. We zijn hier dus in Duitsland en ik weet niet of ze deze in Nederland hebben. Ik heb ze nog niet gezien. En het zijn Oreo's en het is de Double Oreo. En dat is dus met twee keer zoveel crème. En we gaan ze nu even proeven. En eigenlijk hoor je Oreo met melk te nemen als ik het goed zeg. Ja toch? Ja, dat kan. Kan. Of als leerkoekje, wat jij joh. En er zit dus twee keer zoveel crème in en... Ik heb heel veel trek in, want ik hou tot nu toe bijna van elke Oreo. Behalve die met dat snoepproef, er zaten een paar vies tussen. Het heeft wel meer smaak. Het is lekkerder, alleen je mond van die Oreo gaat altijd helemaal onder zitten. Dat is wel jammer. Maar wij gaan het lekker opeten. Nou, ik vond het een hele leuke dag. En wat vonden jullie ervan? Ik vond het ook een leuke dag. En jij? Ik vond het een hele leuke dag. Ja, ik ook. Morgen, hè? Nog een dag. Nog een leuke dag, man. Het is tijd om te gaan slapen, hè? Ja. Dus voor het einde van de dag en het einde van de vlog. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Niet te abonneren. Doei! Peace.